Goedemorgen lieve allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ik zit hier weer in Brussel op je te wachten. Ik had geen tijd om eerder mijn vlog op te starten, want ik was vanochtend met mijn broertje even snel naar het ziekenhuis gegaan. Niks ernstigs hoor, hij had gewoon een controle voor zijn ogen, dus toen ben ik al eventjes meegegaan, want hij kreeg vloeistof en zo mocht hij niet terugrijden. Dus dat was even snel vanochtend en dan ben ik de douche ingesprongen, heb ik me even lekker opgemaakt, kleding aangedaan. Dit is trouwens een off-shoulder top, maar... Die gaat de hele tijd zo weer omhoog. Maar goed, ik zal dadelijk vragen als ik in de stad ben of Sas mijn outfit even filmt. Want ik ga gezellig met Sas afspreken. We gaan naar Eindhoven, we gaan lekker shoppen, we gaan lekker lunchen. Dus ik heb er eigenlijk heel erg veel zin in. Ik wil nog heel even langs de Primark, want ik had laatst dat nude kleurige topje gekocht. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien in mijn vlog. Super leuk en die was er ook in het zwart. En ik had alleen een nude kleur gepakt en nou had ik echt heel erg veel spijt dat ik de zwarte niet had. Dus ik hoop dat die er nog is. Dan ga ik die straks eventjes halen. En ik ga nu wachten op mijn bus en dan zie ik jullie zo. Ik wil jullie nog heel even de outfit laten zien die ik vandaag aan heb. Ik draag een off-shoulder top, blauw met knoopjes en die is van Especially by Daan. De broek die ik eronder draag zijn met gaten op de knie, die is van Josh V. Mijn schoentjes met zilveren hakken zijn van Sasha Shoes. En dan heb ik nog sieraden om. Dit kettingje weet ik heel even niet. Ga ik hier even onder zetten waar die van is. Mijn horloge is van Zinzi. En daar heb ik een hele mooie armband bij. Die moet ik heel even omdraaien. Die is ook van Josh V. Echt zo leuk. Ringparty weer om. Blauwe nageltjes. En mijn Michael Kors tas met mijn Josh V fluffy bolletje. En dat is dan mijn outfit van vandaag. Mijn outfit of today? Oh ja. Een witte blouse, een matching shoe sjaal, nou, een tasje. Dat is ook heel leuk. Ja, nou. Horloge Michael Kors. Ring, boeien te boeien. Verder weinig sieraden vandaag. En ja. Ik krijg me af of dat een mooie wereld is. Ik denk heel schokkend. Heel schokkend. Ik ben nu in de Primark en kijk. Dit is dus dat topje wat ik zo leuk vond, maar hierachter hangen er nog maar twee. Alleen maar grote maten en zwart, super jammer. Ik heb wel deze nog gevonden. Oh, kan niet ook iets laten zien. Vind ik ook heel leuk, maar ook allebei niet mijn maat. Misschien past het wel, ik ga lekker eventjes kijken. Oeh, wij spotten echt leuke dingen hier. Kijk dit shirt. Super leuk en het kaakje en hierachter hangt hij ook nog in het zwart. Dit vind ik ook echt heel erg leuk. Van die zo'n soort trui. Wij zijn op zoek naar een ringparty van Sas. In zilver. Maar het is wel allemaal heel erg bling bling. Kijk, ik heb deze. Nou ja, ik kan het echt goed zien, maar dat weten jullie nou misschien wel. Ik heb ook hier gekocht. Maar van goud hebben ze meestal meer dan van zilver. Hij zit op het terras bij Zoet en Zout. En ik heb al lekker een iced tea besteld. Sassy. En die heeft lekker een ijskoffie. Ik dacht dat het niet lekker was, maar ik vond het toch lekker. Smaakt niet naar koffie? Ja, nee, ja, gewoon... smaakt aan een koffie, maar een beetje mokken achter. Ja, lekker. Super lekker alleen. Heel erg ijzig, hè? Ja, lekker. En we hebben weer een broodje carpaccio besteld. Verrassend. Mm. Ons eten is... Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Broodje carpaccio zit een beetje pesto op en parmezaanse kaas, pijnboompitten, tomaat. Echt super lekker. Wij lopen nu door de heuvelgalerie. Oh, wij lopen nu door de heuvelgalerij. En... Is het galerij of niet? Ja, of zo is het galerie. Nee, galerij. Gaan we daar kijken? Oh, ik zat alleen heuvel. Oh, wij lopen nu door de heuvel. Leuk, dat, leuk dat je een plattegrond meeneemt. Ja, maar... ik dacht misschien zijn we erop. Nee, dat heet de heuvel. Dat is helaas ook al een keer vernieuwd. Maar we zijn gewoon nog heel even rond aan het kijken. Ik ben eigenlijk net al heel goed geslaagd bij de Primark. Ik heb twee topjes meegenomen. Die donkergroene en zwarte. Maar die zal ik jullie nog wel heel even laten zien als ik thuis ben. Ik heb ook nog roze gouden kledinghangers meegenomen. Super leuk. En wil jij nog iets hebben? Nee. Nee, gewoon even rondkijken. Eten en drinken. Ik heb net al heel lekker gegeten en gedronken. Gewoon een beetje rondkijken nog. De dag opvullen. Ja, de dag opvullen. Onze vrije dagen. Ja, want daar hadden wij het net dus wel over. School begint vandaag weer. Super, hè? En voor ons niet. Dus dat is nog wel even wennen. Dat we een beetje moeten kijken van wat doen we met onze dagen en zo. Maar goed. Wij zijn in Hunkemuller. En Sas, ik ga je al even om. Hij heeft een hele vette berg gespot. Niet meer in jouw maat, helaas. Maar hij is wel zo leuk. Kijk. Die bandjes moet je even goed laten zien. Ja, zo zie je het beter. Als je hem zo houdt. Echt gaaf. Echt net wel apart, hè? Maar echt super leuk. Alles wat ik wil is niet in mijn hand. Twijfel, sessies bij de Zara. Ja, die achterkant is wel echt heel mooi, hoor. We hebben geen tijd meer. We hebben geen tijd meer. We moeten gaan. Ik vul mijn horloge, maar die staat gewoon stil.
Maar hij is heel mooi. Maar als je een hogere broek eraan bij hebt, is hij echt mooi. Ja. Hij is een beetje dit van weg. Leuk met die mouwtjes. En die rug. Ik ga nu eten en ik heb een salade met ei en tomaat en radijs. Brie en zalm. Ziet er heel erg lekker uit. Hallo, ik ben hier lekker thuis. Ik had nog gezellig met Sascha wat gekletst en nog een paar fotootjes gemaakt. En toen ben ik eigenlijk met papa vanuit Eindhoven mee naar huis gereden. Heel erg chill. En toen kwam ik thuis en het eerste wat ik dan doe is mijn jumpsuit weer aandoen. Heel erg chill, die is van jurkjes.com. Ik vind gewoon altijd lekker makkelijk om dan thuis heel even aan te doen. Dus dat heb ik meteen gedaan. En nu zit ik hier op de bank. Vind ik wel heel even leuk om met jullie te kletsen. Vandaag beginnen dus de scholen weer. En zoals jullie misschien wel weten ben ik nu fulltime aan het bloggen. Dus daar ben ik eigenlijk continu mee bezig. Met mijn blog, met YouTube en met Instagram en zo. Maar voor mij is het best wel moeilijk. Want de ene maand kan je zeg maar heel veel verdienen. En de andere maand weer minder. Je hebt niet echt dat je elke maand vaste inkomsten hebt. Dus ik vond het toch ook wel fijn om nog iets te gaan doen. Met lerares. Ik ben dus pas afgestudeerd als juf in het basisonderwijs. En daar wilde ik sowieso ook mee verder gaan. Dus het lijkt me gewoon heel erg leuk om dat te gaan combineren. Scholen zijn deze week weer begonnen. En als het goed is heb ik deze week ook twee gesprekken bij twee stichtingen. Waar ik dan zou kunnen gaan vervangen. Want je moet meestal toch wel beginnen met vervangen als je in het onderwijs wil gaan werken. Je krijgt niet zo heel snel een fulltime baan. En ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie nu aan het doen zijn. Is jullie school wel begonnen of... zijn jullie alweer aan het werk? Let me know. Ik zal jullie trouwens zo meteen heel eventjes de kleren laten zien die ik bij de Primark heb gekocht. Deze twee tops gekocht zijn eigenlijk gewoon twee precies dezelfde tops. De ene is in het zwart en de andere is in het army green. En ik vind het wel heel erg leuk. Ze zijn hier zo uitgesneden. En dan is dit zo hoog bij je hals, zeg maar. En deze is dan donkergroen met een heel leuk ripstofje. Dit is de zwarte. Dus super leuk. Makkelijk te combineren ook. En dan had ik gewoon nog... twee van die pakketjes gekocht met rosé gouden hangers. Die had ik al, maar die vond ik zo leuk dat ik even een paar heb bijgehaald. Ik zit hier nu heel even lekker op de bank. Dennis en ik gaan zo meteen weer de Blacklist kijken. Die serie zijn we nu net aan het volgen. En dat is echt een hele leuke serie. Papa en Jelle die hadden die ook al een keertje gekeken. Dus Dennis en ik hebben al wel een paar afleveringen gezien. Soms is dat wel jammer hoor, want dan weet je al bepaalde dingen die gaan komen. Maar op zich maakt het niet heel erg veel uit voor het verhaal. We weten maar een paar dingetjes, hè? Kijk. Hier is Dennis, zo gezellig. En hier staat mijn laptop en die is aan het updaten. Echt heel irritant. Net was die... ja, hij is nu denk ik al een uur bezig misschien wel bijna. En hij is pas op 58%. Dus we gaan nu wel even op Jelle zijn laptop kijken. Maar goed, bij deze ga ik de vlog dus afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je deze vlog leuk? Doe dan heel even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!